Het reshufflingsbeleid van deze regering was de reden voor de VHP om vanmorgen een persconferentie te beleggen in haar partijcentrum. Deze persconferentie is volgens de partij de eerste in een serie, in een reeks die de komende periode zal worden gehouden. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de partij met deze persbijeenkomst aan de bel wil trekken. Volgens hem is de VHP bekend met het reshufflingsbeleid van deze regering. Het is niets nieuws, benadrukt Santokhi. Hij vindt de ideologie die gekozen wordt om te reshuffelen verkeerd. Dat de samenleving daar genoegen mee moet nemen, is totaal verkeerd, benadrukt de voorzitter. Wij zien namelijk het functioneren van de staat als functioneren van verschillende instituten. En daarbij heb je het instituut van de president, welke met voldoende waarborgen en bevoegdheden zijn uitgerust. Hetzelfde geldt ook voor het instituut van de ministers. Ook volgens verschillende wetten met taakomschrijving en verantwoordelijkheden ook uitgerust. En dat is wat wij willen benadrukken, namelijk goed bestuur. Dat als je inderdaad een beleid ontwikkelt, of het nou reshuffling is, of een besluit als president neemt om bevoegdheden van jou over te dragen aan vicepresident, of ministers taken die overgenomen worden door presidentiële commissies, dat die instituten niet afgezwakt moeten worden. Die instituten zijn beschermd bij wet, bij grondwet, bij uitvoeringswetten, bij organieke wetten. Want als je die instituten gaat afzwakken, dan verzwak je het systeem van bestuur in het land. En dat werkt door naar het functioneren van alle andere organen. Santokhi zegt verder dat als er gereshuffeld moet worden, dat dit in het kader van behoorlijk bestuur en op basis van goed beleid moet geschieden. Wat de partij is opgevallen met betrekking tot het reshuffelen is dat dit in strijd is geweest met de principes van goed bestuur, zegt Santokhi. Je moet als regering, met name als president, uitleggen waarom je reshuffelt, wat de overwegingen precies zijn. Welke ministers hebben wel goed gefunctioneerd, welke ministers hebben niet goed gefunctioneerd. Zodat de samenleving precies weet wat de redenen zijn geweest. Want nu weten we niet wie om welke reden gemuteerd is. Want in het parlement hebben we onze zaken gepresenteerd. Naar de regering toe, naar de verschillende ministers toe. Met betrekking tot functioneren van de ministers toe. Integriteitsissues hebben we gepresenteerd. Vragen hebben gesteld over corruptie. Die vragen zijn niet beantwoord. En nu worden een heleboel ministers weggehaald waarvan je niet weet welke om integriteitsredenen is. Welke om gebrekkig functioneren redenen is. Of niet functioneren redenen. Of handelen in strijd met het beleid. Of mensen die misschien persoonlijk bedankt hebben omdat ze niet willen participeren in de regering. Niemand weet dat. En die onduidelijkheid wordt alleen maar erger en groter als een vicepresident zegt, nee, ze hebben allemaal goed gefunctioneerd. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP. Hij sprak vanmorgen tijdens de persconferentie die de partij heeft belegd naar aanleiding van het reshufflingsbeleid van de regering.